Ja, ik vind het heel erg mooi. Maar ik zei net, ik, ik denk het het te mooi is voor, uh, voor deze land. Uh, maar er komt wel een WK, dus het hoort erbij. Hoe bedoel je, te mooi voor dit land? Ja, ik bedoel, na, na dit, uh, dit toernooi, dan uh, ja. Ik zie niet, niet uh, zoveel mensen komen kijken, hun uh, wedstrijd te krijgen. Dus dat is jammer. Leeft het WK in uh, Zuid-Afrika? Ja, zeker. Dus uh, ja, ik denk de mensen, ja, het is nog... Ja, het leeft wel, maar het is nog rustig. Ik denk uh, in de volgende paar maanden dan, uh, dan komt het wel echt, uh, echt naar boven. Wat betekent nou een WK voor een land als Zuid-Afrika? Ja, ik merk uh, wel, die mensen ja, die zijn heel erg trots. Uh, met dit soort dingen natuurlijk. Uh, ja, we hebben heel veel arme mensen natuurlijk. En uh, ja, dat, dat helpt iedereen in een klein stukje ja, een beetje geld verdienen en dat soort dingen. Dus, uh, ja, ik denk meer dat die, die grote bedrijven natuurlijk worden rijker worden, maar dat is wel mooi voor die, voor die arme mensen. Ja. In Nederland is het een beetje een issue: de veiligheid. Hoe, hoe veilig is het hier straks voor de Nederlandse fans om te komen? Ah, kijk, uh, ik heb, uh, ja, natuurlijk ben natuurlijk tien jaar weg geweest in, uit, uit Zuid-Afrika. Maar uh, ik heb nooit uh, een, een keer een probleem gehad. Dus uh, wat mij betreft wordt het geen probleem. En ik denk als land uh, dan uh, ja, het zou dom zijn als er te veel uh, problemen uh, komt uh, tijdens het WK. Want uh, wat ik zei, er is dus, dus veel, uh, veel te verdienen voor mensen. En uh, ja, dat zou jammer zijn. Dus ik, ik denk dat het geen, het geen probleem wordt. Het komende WK. En Glenn Selman gaat dat samen? Ja, het is veel druk van uh, een paar trainers geweest om mij uh, ja, in, de, in die ploeg te, uh, te brengen. Maar kijk, we speelt negen jaar in, in, in Europa. En, <laughs> ik heb drie, uh, ja, drie wedstrijden gespeeld voor Zaragoza. Dus, ja, klopt iets niet, maar ik denk uh, misschien hoeft hij niet te spelen. Maar je moet wel uh, in de ploeg zitten, vind ik. En hoe groot acht je die kans dat jij uh, op de, ja, meedoet? Uh, althans... Deel uitmaak van de selectie in Zuid-Afrika met het WK? Ja, ik denk. Uh, wat. Ja, ik, ben, uh, ja, niet, ik heb niet zoveel vertrouwen in, maar uh, ik denk misschien qua met je leeftijd, ik ben straks 32. Um, ja, ja, ik weet het nooit. Hè. Ik denk dat uh, je hebt wel een kans maar maar ja, bijvoorbeeld hebben zij die Parker, die speelt bij FC20. Uh, hij zit constant in die ploeg. Uh, volgens mij speelt hij niet zoveel. Zo maar dat soort jongens uh, willen ze graag hebben. Iets jonger en uh, sneller. Dat is wel jammer, hè? want ja, een WK is natuurlijk het ultieme wat je kan bereiken als voetballer. Ja, kijk, aan de ene kant, uh, wij horen hierbij. Zuid-Afrika, als je eerlijk bent. Uh, we hebben niet de beste voetballers. Uh, je moet het wel uh, verdienen om daar te zitten. En ja, dat is een beetje politiek, daarom uh, is de WK hier. Maar... Um... Ja, het, wel, het zou wel mooi zijn. Uh, wat ik zei, je hoeft niet te spelen, maar wel betrokken zijn. Het zou fantastisch zijn. Denk je nog wel eens aan, uh, aan Nak en Breda? Ja, nee, ja Nak is altijd mijn club geweest. En, uh, ja, ik, ik mis het wel. Uh, ik zei tegen mijn vrouw, er ja, zijn dus veel dingen. Ik ben uh, teruggekomen naar Zaragoza voor de familie. En, uh, en de kinderen, maar ik mis wel het voetbal en de uh, voetbalcultuur. Uh, en bijvoorbeeld bij Nak, uh, ja. dat is mijn uh, tweede thuis. Ja. ja, is die band nog zo sterk? Volg je het bijvoorbeeld nog? Ja zeker, ja. Ik ben, uh, NAC heeft heel goed gedaan uh, dit, dit seizoen volgens mij, uh, wel in de UEFA Cup en dat soort dingen. Uh, ja ik volg het wel, uh, zit, uh, ik zit denk iedere week op de WI of uh, NAC.nl. <laughs> dat soort dingen ja. De eerste wedstrijd uh, is hier in Johannesburg. Nou de stoeltjes zijn al oranje, dus dat past mooi bij het oranje legioen. Ja uh, ik dacht ook uh, daaraan, dat is heel mooi uh, voor Nederland. Uh, ja dat, 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 misschien is dat een teken hè? voor het WK, gaat wel winnen. Ze beginnen 14 juni. Uh, 11 juli is de finale, ook hier in Johannesburg. Zit Nederland erbij? Nou ja, ik denk Brazil wel. Uh, ik weet niet wie die andere ploeg is. Maar ja, het zou wel mooi zijn. Uh, ik denk uh, ja, alles kan in voetbal. Dus, uh, misschien Zuid-Afrika, maar <laughs> nee. nou ja, het zou wel mooi zijn. Uh, ik hoop dan wel een kaartje te krijgen. Ja. De Nederlandse fans, die zullen hier ook in grote getalen zijn. Uh, bijvoorbeeld uh, op de Oranje Camping. Ben jij bekend met uh, het fenomeen de Oranje Camping? Ja, ik heb er wel van gehoord, ja. Dat is wel, uh, met die Heineken uh, steeds toch? Hè? Ja. <laughs> nee, maar dat, ja, die mensen gaan echt genieten van deze land. Het is heel mooi. Uh, ik denk een beetje jammer dat ze niet meer naar Kaapstad en dat soort landen. of Misschien zie ik het verkeerd, maar als ze daar een beetje rond kunnen kijken, dat is wel fantastisch. Het is een mooi land, hè? Ja, heel mooi. Je kan alles hier doen. Uh, ja, als je ja, een beetje pech hebt, dan heb je wel last van, uh, van die criminelen. Maar uh, ja, ik denk dat ze hier echt van uh, gaan genieten. Maar aan de ene kant is ook, ook winter rond die, die tijd van het WK, dat is ook uh, een beetje jammer. Maar wat ik zie hier in Johannesburg is het wel uh, overdag ja, 20, uh, 22 graden dus, en, en weinig regen ofzo. Dus dat is ook wel mooi.